This fellowship topic is no more than a renewed start in order to discuss things that have hardly ever been discussed in other settings, such as pastoral preachings and Bible studies. The kickoff also of this year, spiritual kickoff. A new year. A new year. With new opportunities. Met nieuwe kansen. To reach out to other people. Om andere mensen te bereiken. To make disciples. Amen? Amen. Because that's the Great Commission. Want dat is onze grote opdracht. We will be more interactive during the services. I hope you like that. Ik hoop dat je dat plezierig vindt. And what the Lord wants to tell all of us. En wat de Heer aan ons ieder heeft gegeven. And what it implies to our daily lives and the Great Commission. En hoe we dat kunnen toepassen in ons dagelijks leven en in onze grote opdracht. We'll be sharing some thoughts on the 39 stripes of Jesus. En vandaag gaan we het hebben over die 39 striemen van Jezus. Who the painter is not relevant at the moment. Maakt op dit moment niet uit wie het geschilderd heeft. What is relevant? One painting, one picture says more than 1,000 words. Maar we weten ook dat een beeld meer zegt dan 1,000 woorden. Everybody has seen, has got a short peek. Iedereen heeft even heel kort kunnen kijken. Of the painting. Naar dat schilderij. And now we will zoom in on some more aspects regarding the 39 stripes. En nu gaan we wat meer praten met elkaar over die 39 striemen. Can I get some short statements? What was the first thing that came to your mind? Wreedheid. Cruelty. Yes. Ja. Okay. Geesteling van Jezus Christus. Mm-hmm. Scorching of Jesus. Door zijn striemen zijn wij genezen. Yes, very good. By his stripes we are healed. Jezus lijden, or Jesus suffering for us. Yes, also, very good. What did it do to you personally, emotionally? Healing emotions. Mm-hmm. Okay. Helende emoties, hè? Doet iets van binnen bij je. Let's go to the first passage, Isaiah 53, verse 5. But he, Jesus, was wounded for our transgressions. He was crushed for our wickedness, our sin, our wrongdoing. The punishment required for our well-being fell on him, and by his stripes we are healed. Onze overtredingen werd hij, Jezus, doorboord. Om onze ongerechtigheden, onze zonden, onze overtredingen werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen, zijn wonden, is ons genezing geworden. Which aspects stand out for you in this passage? Het verbrijzeld zijn. Het verbrijzeld zijn, yes. Ja. Being crushed. Ja. So, Jesus had bruises all over his body. Hij was helemaal gekneusd over zijn hele lichaam. And he was even pierced with a spear in his heart. So out came blood and water. Hij werd zelfs doorboord in zijn hart. Hè? En er kwam water en bloed uit. Het woord onze. We are healed. Is ons tot genezing geworden. Het is heel persoonlijk. What does it encompass? Wat omvat dat eigenlijk, dat woord shalom? That's what the word is, shalom. Even if we do have wounds, his peace is always there. Yes. In those wounds, in going through it, God uses it to minister to others. There's a lot of emphasis on physical healing nowadays in the churches. Er is nogal veel nadruk op de lichamelijke genezing in veel kerken vandaag de dag. It's also about mental healing and even spiritual healing. God is Father, Son and Spirit. Vader, Zoon en Geest. Dat is God. We are three in one as well. Wij zijn eigenlijk ook drie in één. Body, soul and spirit. So shalom is not just regarding your body, but also regarding your mental issues or even spiritual things. It is the present perfect.
So what he did 2000 years ago, wat hij 2000 jaar geleden gedaan heeft, was perfect then, and is still perfect now. En het is nog steeds perfect nu. Marcus 2 vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Jesus saw their act of faith springing from confidence in him. He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. We know this story. We kennen dit verhaal. Of the man who took their paralytic friends to Jesus. Het waren de vrienden die hun verlamde vriend naar Jezus brachten. Well, they couldn't get to him. Maar ze konden niet dicht bij hem komen. So they removed a piece of the roof. Dus hebben ze een deel van het dak weggenomen. And lowered their friends. We don't know whose house it was. We weten niet goed wiens huis het was. It could even be Jesus' house. Het had zelfs het huis van Jezus kunnen zijn. But Jesus didn't mind. Maar Jezus vond het niet erg. He was more focused on that man. Hij was meer gericht op die man. And they lowered their friend in front of Jesus. En ze hebben hun vriend neergelegd voor de voeten van Jezus. Yes, his friends had faith. Zijn vrienden hadden geloof. Very important. Dat is heel belangrijk. And had the paralytic confessed his sins? Dat staat er niet. No, it's not mentioned there. It could be. It's not mentioned. So we can say a few things about healing. Dus we kunnen daardoor een paar dingen over genezing zeggen. Healing comes through faith. Genezing komt door geloof. And sometimes healers have said to people, you don't have enough faith. En soms hebben genezers tegen mensen gezegd, so, je hebt niet genoeg geloof. Yes. Herken it je happened dat? To me as well. Dat gebeurt met someone mij ook. Said to me, you don't have enough faith. Iemand zei tegen mij, je hebt gewoon niet genoeg geloof. Still, faith is very important. It's a very important, crucial condition regarding healing. Maar het is wel een heel belangrijk deel van genezing. But perhaps the preacher doesn't have faith. I didn't have faith. Ik had geen geloof. There was a lady coming to me. En er kwam een vrouw bij mij. She had a crushed foot. But she sure had faith. Maar zij had geloof. The doctor said, I cannot help you. It's impossible. En de doktoren zeiden, het is zo gebroken, ik kan je niet meer helpen. Het is onmogelijk. She said, doctor, my God is my healer. Maar ze zei, dokter, mijn God, hij is mijn healer. He will heal me. Hij zal mij genezen. So she was in the service. She dus asked me to pray for her. Kwam ze tijdens de dienst bij me van wil je voor me bidden? And I thought, oh Lord. En ik dacht, oh Heer. This is impossible. Dit is toch onmogelijk? I didn't have any faith. We prayed for her. Maar we hebben voor haar gebeden. We anointed her. We hebben haar gezalfd. I still didn't have faith. En ik had nog steeds geen geloof. A week later, she sent me a message via Facebook. Fully recovered. Wow. Totaal genezen. Amen. Ja. So, there has to be faith. Dus geloof is een deel. Second one. En ten tweede. Sin doesn't have to be the obstacle. Zonde hoeft niet een obstakel te zijn. A lot of people have said, well, is there some sin in your life? Heel veel mensen vragen dan, is er soms zonde in je well, leven? That's not always the case. Ja, dat hoeft niet altijd zo there te zijn. There can be a specific sin. But the man was healed. Maar de man was genezen. No mention about his sins. En er wordt dus niet gesproken over zijn zonden. Jesus forgives his sins, he says. But what was most important, the subsequent healing of the body was purely for the manifestation of what already had occurred in spirits. En weet je wat in zijn lichaam naar buiten kwam als genezing, had al plaatsgevonden in zijn geest. We may be so focused on physical healing. Forget that we were touched by Jesus. Dat we vergeten dat als we aangeraakt worden door Jezus. Regarding certain sins. Over bepaalde zonden. That Jesus forgave our sins. Dat Jezus onze zonden vergeven heeft. Touched our hearts. En ons hart aangeraakt heeft. Mentally. Mentaal aangeraakt. And physical healing can be a result of that. En dan kan de lichamelijke genezing daaruit voortvloeien. But God is far more interested in our spiritual welfare. Maar God heeft veel meer interesse in onze geestelijk welzijn. Amen. Amen. Third passage, John 9, verse 3. Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem geopenbaard worden.
Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but it was so that the works of God might be displayed and illustrated in him. And I use this example because it complements Jesus talks about sin. Here spreekt Jezus over zonde. But in this case about the fact that there wasn't a specific sin that caused the blindness. Maar hier gaat het juist over dat er helemaal geen zonde was waardoor hij blind was. Moreover, he wanted to emphasize something else. Hij wilde hier een andere nadruk leggen. Neither this man nor his parents sinned, but it was so that the works of God might be displayed and illustrated in him. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Has always been a God seeker, but going through the motions of life, he found out that he didn't get any closer to God. Maar tijdens de sleur van het leven kwam hij erachter dat hij niet dichter bij God was gekomen. He got settled, but his prosperous life came to an end when his wife divorced him. Hij settelde zich, maar zijn voorspoedige leven kwam abrupt tot een einde toen zijn vrouw bij hem wegging. Het resultaat was dat hij verder ging met zijn zoektocht naar God. He was found by his good shepherds. En hij werd gevonden door onze goede Heer. He was born again. En wedergeboren. He started to reach out to students and refugees. En hij begon uit te reiken naar studenten, naar vluchtelingen. As the years went by, his mobility gradually got less. En hoewel in de afgelopen jaren zijn mobiliteit steeds minder werd. But God would send students or refugees to him. Since the pandemic, contacting them goes more and more via social media. He says, my relationship with the Lord has been closer than ever before. Maar hij zegt, mijn relatie met de Heere is dieper dan ooit tevoren. Regarding his deteriorating health, to stress that it's not all about healing in our bodies. Also very important to the Lord. En nog steeds wil de Heere genezen. I don't know how. Ik weet niet hoe. I don't know when. Ik weet niet wanneer. But that's what the word says. Maar dat is wel wat Gods woord zegt. But not just regarding your body. Het gaat over je hele welzijn. And what about the 39 stripes? I wanted to express that Jesus broke the power of every infirmity by being scourged. By his glory and power, he broke down the impact of every infirmity. We can receive healing because of what he went through. His 39 stripes, as was determined by the Romans, have become a cause for your and my healing. Each blow truly crossed out the infirmity in the broader sense of the words. Infirmities regarding body, soul, and spirit, 13 each, an impression I received from God. Physical illnesses, like for example cancer and AIDS. Mental suffering because of, for example, fear and depression. Last but not least, spiritual distress resulting in, for example, emptiness and darkness. Each word engraved in the wall of suffering is forever deleted. With his 39 stripes, we can all be healed.